Welkom bij de Menstruatie Biocast. De menstruatie zit best ingewikkeld in elkaar. Vandaar dat ik dingen een aantal keren verteld. Dit is het plaatje wat je hebt gezien in Teletop. En wat gebeurt er in de eierstok? Daar wordt een eicel rijp. Je ziet hem hier opzwellen. Een follikel is dat, een blaasje met de eicel erin. Hij wordt steeds groter en dan op dag 14, dan is de eisprong. En de eicel die gaat onderweg door de eileider. En de follikel verandert in een geel lichaam. En als de eicel doodgaat, dan gaat ook het gele lichaam gaat verdwijnen. Dat is wat je hier ziet. Nou, we gaan dat nog een aantal keren bekijken op verschillende manieren om het zo duidelijk te maken. Kijk, daar rechtsboven zie je het plaatje wat je net zag. Hier linksonder zie je een plaatje wat je regelmatig tegenkomt in de toets. Kijk, daar bovenin, dat is in de eierstok. Dat is de follikel, de eicel en het gele lichaam. Daaronderin is het baarmoederslijmvlies dat dikker en dunner wordt. En bovenin zie je de hormonen, de regelstoffen in het bloed. Nou, we zijn bij dag 1 en dan is de menstruatie. Het baarmoederslijmvlies wordt dan afgestoten. En daar zie je een eicel in rust. Dat is dus in de eierstok. Dan begint na de menstruatie de rijping van de eicel. Dat gaat door tot dag 14 ongeveer. Je ziet die eicel steeds groter worden en het baarmoederslijmvlies dikker worden. Op dag 14 is de eisprong. Dat zie je daar in de eierstok. Ovulatie heet die ook wel. En het baarmoederslijmvlies wordt nog steeds dikker. Deze periode is het ontstaan en het afsterven van het gele lichaam. Het baarmoederslijmvlies wordt nog steeds dikker, het gele lichaam nog groter, maar dan sterft het gele lichaam af. En als dat afgestorven is, dan wordt ook het baarmoederslijmvlies afgestoten, de menstruatie dus. Hier zien we de hormonen. Dit is FSH. De hypofyse maakt dat FSH en dat zorgt ervoor dat een follikel gaat rijpen. Het follikel gaat dan oestrogeen maken en dat remt de hypofyse zodat er geen andere eicellen rijp worden en het baarmoederslijmvlies wordt dikker. De hypofyse maakt ook LH en op dag 14 maakt hij heel veel daarvan en dat zorgt voor de eisprong. Het gele lichaam ontstaat, gaat progesteron maken. En dat remt de hypofyse en zorgt dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt. De eicel gaat dood, het gele lichaam gaat dood en er is geen progesteron meer. En dat betekent dat de hypofyse een nieuwe cyclus start en dat de menstruatie begint. Het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten. Hier zie je een filmpje daarvan. Je ziet de follikel rijpen, groter worden, de eisprong, eicel gaat onderweg en die sterft weer af. En dat betekent dat de menstruatie op gang komt. Hier zie je de menstruatie door de vagina naar buiten gaan. Het bloed met het slijm. Dan kijken we nog een laatste keer hoe het ook weer in elkaar zat. Nou, dit hoeft nou niet meer. Het is de hypofyse die een hormoon maakt. FSH, dat zorgt dat een follikel gaat rijpen. Dan gaat de follikel een hormoon maken. Die zorgt dat er geen eicellen meer rijp worden en dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt. Dan maakt de hypofyse LH, waardoor de eisprong plaatsvindt. Dan gaat het gele lichaam progesteron maken, waardoor de hypofyse geremd wordt en er geen nieuwe eicellen rijp worden en het baarmoederslijmvlies dikker wordt. Zo, dit was hem. Een hele ingewikkelde. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.